dat jullie weer kijken en vandaag ga ik met jullie hebben over de ring. En nu denk je misschien, nu denk je misschien, hoe gaat het nou een paar minuten praten over een riem? Nou, het is niet heel erg moeilijk, want een riem, dat zorgt natuurlijk voor dat je broek niet afzakt. Maar het is ook gewoon heel erg leuk om je outfit net wat leuker te maken en gewoon een puntje op de i te zetten. Vandaag laat ik zien hoe je dat kan doen met de riem. Door bijvoorbeeld je riem te knopen. Ik laat een paar knopen zien. Een paar inspiratie-ideeën hoe je riem je outfit kan verwerken. Dus laten we maar gelijk beginnen. Laten we beginnen met het knopen van je riem. Normaal hebben we gewoon onze riem en maken we hem dan zo dicht. Maar je kan hem ook heel erg leuk knopen en het ziet er net wat leuker uit. Laten we beginnen met de eerste knoop. Eerst doe je de riem door de gesp heen. En vervolgens doe je hem onder de riem door. En nu ontstaat er een lus. Met het uiteinde ga je weer door die gemaakte lus heen. En vervolgens doe je het uiteinde weer onder de riem door. Klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar als je goed naar de video kijkt, snap je het wel. Doe hem door het stalen dingetje van je riem heen. Dan ben je klaar. Dit is de eerste knoop. We hebben nog een paar variaties, dus stel je vindt deze niet heel erg tof, dan neem je gewoon een ander. Op naar de tweede. We doen hem weer door de gesp heen. Vervolgens pakken we het uiteinde van de riem, schuiven hem onder de riem door en nu maken we weer een lus. Geloof me, in deze video gaan we heel veel lussen maken. Maar het is niet moeilijk, dus het maakt niet uit. We gaan met het uiteinde weer door de gemaakte lus heen. En nu ontstaat er een soort krakeling, zo'n koekjesvorm. Die trek je aan, zodat hij iets strakker zit. En dan gaan we door het stalen dingetje van je riem heen. En dan ben je klaar. Ik denk trouwens dat dit persoonlijk mijn favoriet is. Ik vind deze wel heel erg leuk. Op naar de derde. Dit is denk ik de bekendste. Een vrij simpele, maar ik vind hem ook gewoon heel mooi. Soms is simpel gewoon heel mooi. Oké, we doen hem door de gesp heen en daarna door het stalen dingetje. Daarna doen we het uiteinde van de riem onder de riem door, maken we een lus en gaan we met de riem door de lus heen. En dit is hem. Je hebt wel een uitsteeksel. Het kan heel erg tof staan. Als je het misschien niet zo mooi vindt, dan gaan we door naar de volgende. Dit is een soort uitbreiding van knoop nummer 3. En wat we gaan doen is pakken de riem en we doen hem door de knoop heen. En nu heb je minder zo'n uiteinde en heb je een soort dubbele knoop. Ook heel erg tof. Oké, we hebben de knoop gehad. Nu ga ik gewoon een paar manieren laten zien hoe je riem in je outfit kan verwerken. Er zijn heel veel manieren, maar ik laat gewoon een paar zien om wat inspiratie en ideeën te krijgen. Laten we beginnen met de eerste outfit. En hierbij draag ik de riem gewoon vrij normaal in een spijkerbroek. Maar ik heb wel mijn blouse, mijn zwarte blouse, heb ik er een beetje in getukt. Zo noemen ze dat. Dat je een deel van de stof in je broek stopt. Ik vind het zelf heel erg leuk, want het detail van de riem komt dan net meer naar voren. Daarnaast heb ik nog een sjaal, die kan je eventueel toevoegen aan de outfit, omdat dat bruin, ja, dat staat er dan net wat meer bij. En de broek, een destroy jeans met killer heels. Ja, ik vind het echt een super toffe combi. Beetje boyfriend jeans-achtig. De tweede outfit heeft twee soorten kanten. Want we hebben een beetje de stoere kant met het leren jekje. Want normaal is het een heel schattig jurkje. Maar het leren jekje geeft, ja, toch een beetje een stoer grunge effect. En hier is het zonder het jekje. En het geeft zoveel verschil, vind ik. Nog een riempje erbij en uiteraard met een knoop maakt het net wat leuker. Weer een outfit waar ik het truitje erin heb getukt. En hier heb ik gewoon de kleur van het truitje terug laten komen in het riempje. Eventueel leuk met een zwarte hoed erbij, een beetje zomers. Echt een zomerse outfit. En een vlecht om het iets zomerser te maken. Als het koud wordt kan ik er een trui overheen doen. Ik heb voor een grijze trui gekozen. Dat hij best wel leuk bij de outfit staat, vind ik. En dan tuk ik die er ook in. En wat ik wel leuk vind, is juist om dat gele topje er dan nog een beetje onderuit te laten steken.
Dan komt dat gele detail namelijk terug. Als laatste de swingdress. En dit is zo'n jurk waarbij die aan de onderkant gewoon heel erg los is. Heel weinig vorm heeft, maar wel heel mooi is, vind ik. Maar doordat hij heel weinig vorm heeft, kun je juist met een riempje om je taaien best een mooie vorm creëren. Juist door die riem krijg je best wel veel verschil, vind ik. En zo zie je maar dat de riem voor best wel wat verschillende outfit kan zorgen. Als je trouwens wil weten waar alle items vandaan komen, in de beschrijving staat alles. Ik heb laten zien hoe je een riem kan knopen en ja, een beetje inspiratie als extraatje. En ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet geen duimpje omhoog te abonneren. En dan zie ik je volgende week weer. Als je klaar bent, heb je een super schattig kaarsje voorzien van kaneelstokjes. Maar er is natuurlijk nog een tweede optie.